Video. Yo, kijk eens wat YouTube ik aan. Welkom bij een nieuwe video. Dus je ziet, ging er iets fout met het geluid. Voor sommige reden stond mijn microfoon uit. Vandaag weer een nieuwe plugin review. En vandaag gaat de plugin review over YouTube Announcer. Of YouTube Announce. Maar het is heel simpel. Als je slash Griekse IT doet, dan krijg je. Hier krijg je dan help commands. Dus je ziet, heb je YouTube gestart. Staat hier twee keer. Dit moet stop zijn. Als ik YouTube start doe, dan heb ik een nieuwe naam. Die heet dan nu DDoS-thread. En dat zie je ook in de tablijst. En als ik YouTube stop doe, dan is mijn naam weer Emerald Jasper. En dat is prachtig. Laten we naar de config gaan. Hide name kun je doen. Dat is of die de naam verandert. Dit is de ding die je gebruikt. De enable command. Zo. En dan heb je heel veel namen. Deze naam veranderen naar nee, let's say it's Jasmin. Dan reload volgens mij. Heeft het geen reload command? Nee, dan reloaden we de server. Oké. Als je nu ziet, YouTube start, verandert mijn naam nu naar Jasper. Dit is wel een raar ding wat ervoor staat als je kleuren erin gaat zetten. Maar zoals je ziet, started recording. YouTube stop. Oh, stop. Dan staat er stopped recording. Dit is denk ik nog wel een bug wat ze moeten fixen. Want daar staat er It Jasper stopped recording. Maar dat zou eigenlijk de naam zijn van degene die start met de recording. Dit kan je natuurlijk ook met streams doen en zo. En Block Party is een beetje glitched. Lol. Oké, maar daar gaat de plugin niet over vandaag. Dit was de video voor nu. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. YouTube start en zo. En YouTube stop. Die dingen. Is misschien wel handig voor je server als je YouTubers op de server hebt. En je wilt dat mensen kunnen zien als ze aan het opnemen zijn. Of dat ze, hoe heet het? Dat ze aan het streamen zijn en die dingen. Ja, dan is deze plugin heel handig. En ja, ik denk dat dat de video voor nu was. Ik hoop dat je er in ieder geval wat aan hebt. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.